In een bedrijfspand aan de Rijksweg in Nieuwendijk is een grote hoeveelheid drugs gevonden. Het gaat mogelijk om een distributiecentrum voor drugs. Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk gaat het om een soort groothandel, of in elk geval een hele grote opslag. Het bedrijfspand werd gevonden na een tip. Willem van Hooijdonk, woordvoerder van de politie Zeeland en West-Brabant, spreekt over de vangst van het jaar. We hebben hier een hele grote opslag aangetroffen van drugs, met name ecstasypillen. Ruim 200 kilo aan pillen, amfetamine, MDMA, straatwaarde van miljoenen euro's. Het is echt een megavangst, zeker de grootste vangst van dit jaar. We zijn dit op spoor gekomen na een melding die binnenkwam via Meldmisdaad anoniem, 0800 7000. We hebben met de sleutel van de eigenaar zijn we het pand binnengegaan, hebben daar die drugsopslag aangetroffen. En in Waalwijk is een 21-jarige man als verdachte aangehouden. Oké, en de eigenaar van het pand? De eigenaar van het pand, daar gaat het nu niet om. Het gaat om de huurder en de mensen die daadwerkelijk betrokken waren bij deze opslag van drugs. Nou, wij verdenken die 21-jarige man van betrokkenheid bij deze drugsopslag. Maar wat zijn rol precies is geweest, daar willen we nu in verband met het onderzoek nog geen uitspraak over doen. Omdat er waarschijnlijk nog wel veel meer mensen bij betrokken zijn. En het rechercheonderzoek nu eigenlijk pas net op gang is gekomen. Er zijn deskundigen binnen van de landelijke faciliteit Ondersteuning Ontmantelen van de LFO. Die zijn alles aan het bemonsteren. Er zijn ook mensen van de technische recherche binnen om spooronderzoek te doen. Kijken of er DNA-sporen, vingerafdrukken zijn. Omdat we natuurlijk wel willen weten wie er nog meer hierachter zit. Want het lijkt te gaan om echt een criminele organisatie. Gezien de waarde van de in beslag genomen drugs. Het is bovendien niet de eerste keer dat er op het bedrijventerrein aan de snelweg een drugsfonds wordt gedaan. In 2015 werden onder andere een pand en 2 ingegraven containers met wietplanten gevonden.